Het bijzondere aan het AVV-concept is de combinatie van flexibiliteit en capaciteit. In dezelfde fabriek kunnen ze tot 12 vrachtauto's per uur verladen. Maar dat kan ook met heel grote flexibiliteit. Ze kunnen rundveemengsels maken op het laatst, ze kunnen medicijnmengsels maken, ze kunnen voorraadproducten, standaardproducten in één vrachtauto verladen. En dat ook met heel hoge capaciteit. Wij hebben voor Alfra gekozen omdat we al een aantal installaties van Alfra in onze fabriek staan hebben. Voornamelijk een microdoseersysteem in de doseerlijn. En daar zijn we tevreden van. En daarnaast is Alfra ook een gekende naam in de sector. Toch wel de specialist op vlak van wegen, van fijn doseren. Vandaar dat wij de keuze voor Alfra gemaakt hebben. Het bulkverladingsconcept is als volgt opgebouwd. We hebben contrasets voor het voorbeladen van de vrachtauto's in 4 straten. Vervolgens heb je rijdende shuttles om die contrasets te bevullen. Die zijn in het schema rood. En daar kruislinksboven zitten rijdende bulkwegers in het groen getekend. Die nauwkeurig en snel de shuttles bevullen. En vervolgens, om het concept flexibel te maken, heb je een rijdende menger en een vaste menger met kleincomponenten doseerinstallaties om op het laatst specifieke mengsels voor klanten te kunnen maken. Nu, de installatie draait sinds eind november volledig. En wij zien intussen dat de gemiddelde laadtijd voor de vrachtwagens gedaald is van 1,5 uur tot nu 20 minuten ongeveer. Dus dat is een hele verbetering. Daarnaast zijn de mogelijkheden qua mengen van voeders onderling, qua toevoegingen op de voeders, enorm toegenomen. Wat een troef is in de markt tegenwoordig en iets wat in de markt ook gevraagd wordt.